VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders. Goedenavond en fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van VVV TV. Maandagavond speelde VVV met 1-1 gelijk op bezoek bij Jong Ajax. Zoals altijd blikken we terug met trainer Rick Kruis. Hij houdt gemengde gevoelens over aan het duel, maar is wel tevreden met het optreden van zijn eigen ploeg. Over grote gedeeltes wel. Goede organisatie hadden we. Maar ik denk dat we er nog beter uit hadden kunnen komen en zo meer goals hadden kunnen maken. Vond je wel dat het plan wat je had bedacht er goed uitkwam? Dat vond ik wel. Alhoewel er wel fases waren dat we te ver naar achteren kwamen. En dat Ajax iets te lang aan de bal was. Beter kon als het moment dat we eruit kwamen. Dat we meer geloof hadden en een betere eindpaas hadden. Had er meer ingezet dan, van jouw gevoel? Ja, vind ik wel. Ik vind dat overal misschien wel wij wel de beste kans hebben gehad. Ajax heeft wel veel de bal gehad, maar niet echt grote kansen gehad. Dus in mijn beleving had er eigenlijk wel meer ingezet. Kruis krijgt met zijn team vrijdag alweer een nieuwe kans om wel te winnen van een belofte ploeg. Jong AZ komt namelijk op bezoek in Covebo Stadion de Koel. Dat is ook een goede ploeg die ook heel comfortabel zijn aan de bal. En die al hele goede resultaten hebben geboekt dit seizoen. Maar goed, we zullen vanuit dezelfde organisatie moeten gaan spelen. We zullen aan de bal net iets meer moeten brengen om uiteindelijk meer te kunnen gaan scoren. Wat nemen we nu mee vanuit Jong Ajax naar Jong AZ toe? Nou ja, vorig jaar hebben we natuurlijk heel veel verloren van jonge ploegen. En uiteindelijk moet dit ook wel een boost geven in wat je zelf kunt. Alleen je moet de lat nog hoger leggen. Omdat ik uiteindelijk vind dat we niet tevreden mogen zijn met wat we geleverd hebben. Over gedeeltes wel, maar uiteindelijk hadden we die wedstrijd gewoon kunnen. Misschien wel moeten winnen. En dat is wat we moeten meenemen richting vrijdag. Sven Braken speelde maandag 90 minuten mee in Amsterdam. De aanvoerder is alleen niet tevreden met het resultaat tegen Jong Ajax. Nee, uiteindelijk niet. Ik denk wel dat zij veel meer de bal hadden. Maar dat wij wel de meeste kansen hebben gehad. Goede kansen. De trainer had gewoon een duidelijk plan. En zoals eigenlijk altijd, besprekingen tot in de details uitgewerkt. En dat kwam wel tot uitvoering, denk ik. Ook Simon Jansen speelde de hele wedstrijd. De linksback had vorig seizoen Mohamed Iatare tegenover zich en kreeg nu met Francesco Conceição in de eerste helft opnieuw een groot talent als directe tegenstander. Ja, is toch wel leuk, want je weet als je een van de beste spelers op de Nederlandse velden, rechtsbuiten, als je die kunt stoppen, dan kan je er heel veel stoppen. Dus dat is eigenlijk een extra uitdaging. Dus dan weet je dat je geconcentreerd moet zijn en alles moet geven om die te kunnen stoppen. Ondanks het gelijkspel was het voor Braken toch weer een succesvolle avond. De spits maakte alweer zijn 7e competitiedoelpunt en was daarvoor ook al goed voor de winnende treffer tegen Dongen. Braken is dus de man in vorm in Venlo. Nee, gaat zeker goed. Ik zit goed in mijn vel. Ik krijg het vertrouwen vanuit de staf. En ik voel me fit. Dus gaat prima. Heb je het gevoel dat de VVV-fans nu ook de echte Sven Braken zien? Ja, kijk, vorig jaar was natuurlijk een moeilijk jaar. Blessures. Draaide ook met het team niet lekker. Dus dan is het sowieso moeilijker. Maar ik denk ook gewoon dit seizoen een frisse start voor iedereen. Een nieuwe trainer die gewoon een prettige werkwijze ook, moet ik zeggen. Met veel beelden kijken. Ook trainingsbeelden. Dus ook zelfs ik op mijn 29-jarige leeftijd word nog steeds beter. En kan nog veel leren. En dat is het verschil eigenlijk. Vrijdag kan Braken in een zo goed als uitverkochte Koel opnieuw laten zien wat hij waard is tegen Jong AZ. Een wedstrijd waar ook Jansen erg naar uitkijkt. Ik denk een beetje hetzelfde als tegen Jong Ajax. Heel goed voetballende ploeg, goed aan de bal, veel balbezit. Snelle buitenspelers die individuele acties kunnen maken. Ook daar is het even afwachten altijd wie meespeelt van één. Maar het zijn allemaal lastige wedstrijden en je weet dat je elke wedstrijd gefocust moet zijn. En we hebben het lastig genoeg de laatste weken thuis in de Kool. Dus we moeten laten zien dat we hier in de Kool ook weer punten kunnen pakken voor het thuispubliek.
Tot slot blikken we terug op een bijzondere dag voor de spelers van het bijzondere eredivisieteam van VVV. Vorige week tekenden zij hun contract als speler van VVV en dat is ook voor de Foundation altijd weer een mooi moment. Ja, zeker. We zijn weer met een nieuw seizoen gestart met een aantal nieuwe deelnemers, maar ook een aantal deelnemers die we al, die al een keer mee hebben gedaan. En het is altijd een van de spannendste dagen, maar nu kunnen we echt van start. Wat is de bijzondere eredivisie precies? Ja, met de bijzondere eredivisie willen we eigenlijk iedereen een kans geven om op het hoogste niveau te spelen. Dus bij de bijzondere eredivisie spelen we ook tegen andere eredivisieclubs onder andere. Dus we willen ze gewoon een unieke ervaring geven. En de spelers hebben allemaal een beperking? Ja, alle spelers hebben eigenlijk een beperking. Sommige fysiek, sommige verstandelijk en sommige voetballen al, sommige niet. En naast zeg maar, het sporten is ook het sociaal en vriendjes maken ook echt iets heel belangrijks binnen de bijzondere eredivisie. Wat is je naam? Sjors. En jij komt bij VVV voetballen? Ja. Wat denk je wat er zo leuk aan is? Ja, voetbal in andere stadions in Nederland. En is VVV ook je favoriete club? Ja, ik heb zelf een seizoenskaart. Ik zit daar boven, zeg maar dus. En je bent keeper, zo te zien? Ja. Al lang? Al 12 jaar. Zo, dus je hebt al de nodige ervaring? Ja, kan je wel zeggen. Wat is je specialiteit als keeper? Ja, nulhouden. Dit is eigenlijk voor de Foundation ook een heel mooi project, toch? Ja, de VV Foundation is trots op alle projecten, maar dit is wel iets waar, waar we misschien wel een beetje extra trots op zijn. Wat maakt het zo leuk, dit project? Ja, de dankbaarheid vanuit de spelers, vanuit de ouders. En je ziet gewoon wat het met de kinderen doet. Het heeft gewoon echt effect op de ontwikkeling van de kinderen, op sociaal gebied, op spraakgebied zelfs hebben we geleerd van andere jaren. En ja, het is gewoon echt het plezier bij die kinderen zien is gewoon het mooiste wat er is. En jullie gaan ook een thuiswedstrijd spelen? Ja, wij spelen 13 november hier in het stadion. En tijdens die dag hebben we ook een aangepaste sportexperience. Voor alle mensen met een beperking zijn er dan allemaal sporten die ze kunnen komen bekijken, mee kunnen doen, kunnen zich voor aanmelden. Kunnen we de informatie vinden op de website van VV Venlo. En we hopen natuurlijk op veel publiek en dat het een mooie, bijzondere dag wordt. Dit was VVV TV voor vanavond. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Seacon Logistics en B. Benders.